Voordat de vlog begint, wensen wij jullie nog een gelukkig nieuwjaar. Veel plezier met kijken. Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. Het is kerst! Yes, yes! Vanochtend had Liam het idee om 5:30 al bij ons in bed te kruipen. Niels is daar uitgegaan met Liam. En toen werd Jordi ook wakker. En toen is hij beneden gegaan zitten met de kinderen. En ik ben om 9:45 uit bed gekomen. Want Niels zei, slaap maar gewoon uit. Toen heb ik Niels terug naar bed gestuurd. En die is nu aan het douchen. Die heb ik anderhalf, twee uur laten slapen nog. Zo druk is Liam al de hele tijd. Ik ben nu ontbijt, of ja, lunch aan het maken. Daarna ga ik alles klaarmaken om naar mijn ouders te kunnen gaan. En Liam, leg eens terug. Dank u. Maar eerst maar eens even eten. Ontbijtje voor Sammy. Dit is eiersalade. Ontbijtje voor Liam. Liam heeft graag smeerdingetjes waar hij zijn croissantje in kan dippen. En dit is van Jordi. En dat van Niels en mij, dat bestaat uit broodjes en salades. Ik heb mijn kleding aan. En dan denk je dadelijk misschien van, Wendy, hij valt zo wijd. Maar weet je hoe lekker dat is? Ik ga naar mijn ouders toe. Ik wil gewoon lekker comfortabel zijn. Maar toch ook leuk. Zoiets. Laten we het even bekijken. Kijk, dit is gewoon lekker een dikke jurk. Of een dikke jurk. En ja, ik had hem een maatje kleiner kunnen pakken. Dat klopt. Maar dit zit gewoon lekker. Dit zit gewoon lekker. En het voordeel is, dit is een legging van de Hema. En die zit lekker tot hoog. Waardoor ik mijn buik gewoon lekker erin heb. Hij doet niet shape of zo hoor. Maar dit zit gewoon super lekker. Even dit een beetje. Wat ik altijd doe is, ik doe een warme washand. Even klaarleggen. Ik zal trouwens het raampje even dicht doen, want anders word je allemaal, ja, dat. Ik heb hier foam, ik heb dat al vaker laten zien. Tadaa. Nou, daar ga ik mijn gezicht gewoon even mee. Ja, ik ga dit even verder doen, jullie snappen dit wel. Nou, dat heb ik dus gewassen. Dan doe ik mijn gezicht even droog deppen. Zo. Dan heb ik een tonic. En dan denk je, Wendy, waarom ga je gezicht nou schoonmaken als je daar toch prut op gaat gooien? Ja, je kan beter op een schoon canvas beginnen, toch? Zou ik zeggen. Dit ga ik even weggooien. Dan neem ik deze mee. Dit is een gezichtscreme, dagcreme. Dan ga ik even mijn wenkbrauw bijwerken. Maar dat doe ik niet op camera, want ik heb daar een lichtje bij nodig. Nou, ik heb mijn wenkbrauw gedaan. En dan pak ik wat dagcreme. Dit is de Rosy Glow Day Cream. Tadaa. Nou, ik doe het altijd zo pakken omdat ik nagels heb. En ik wil het niet onder mijn nagels hebben. Dit kan ook. Normaal doe je altijd primer en alles. Maar dit kan ook als een soort van primer gebruikt worden. Ik ben in ieder geval weer verzorgd, dus dat heb ik sowieso gedaan. Nou. Hoppakee. Ja, ja. Nou, dat hebben we in ieder geval alweer bereikt.
Nou ga ik even wat spulletjes bij elkaar zoeken waarvan ik denk, je moet niet te veel ervan verwachten, want ik ga niet overdreven make-uppen of zo. Maar ja, we gaan het gewoon even kijken. Trouwens, ik ben ook voor jullie aan het uploaden tussendoor, dus dat ben ik ook nog tussendoor aan het doen. Maar goed, laten we beginnen. Ik ga niet allemaal foundation op mijn huid doen. Zo, ik ga wel poeder doen. Maar ik heb deze Bright Eyes Under Stick Brightened Effect and Caring. Deze heb ik een tijdje geleden gekocht voor iemand. En die zei, moet je doen. Nou, hè. Laten we het doen. Ik ga er wel ondertussen een spiegel bij pakken. Maar jullie kunnen gewoon lekker meekijken. En ik ga het beeld versnellen.
En dan is dit hetgeen wat ik ervan gemaakt heb. Ja, het is geen hoogstandje. Ik had nog best wel wat blush op kunnen doen, et cetera. Maar dat is niet wat ik op dit moment voel. Het is al meer als wat ik ooit doe, want normaal doe ik geen eens oogschaduw op. Dus ja, dat is wat ik ervan maak. En dat is wat ik ervan kan maken voor vandaag. Ik heb nog wel laarsjes die ik dadelijk beneden aan ga doen. En misschien een paar sieraden. En that's it. Dus zeg maar met rust laten. Ja. Ja. Ja, dat maakt niet uit. Ik weet dat je voor Sam wil zorgen, maar dat hoeft niet, schatje. Laat maar, ga maar gewoon lekker zitten. Waar is je Boomba? En Nainy? Oké. Goed zo, doe maar lekker knuffelen met ze. Toen waren we alweer thuis. Ik heb mijn gezicht ook al schoongemaakt. Het is nog niet helemaal goed weg, maar goed hè. We hebben gegeten bij mijn ouders. Het was verder gezellig. En ik heb een armbandje gehad van mijn ouders. En er zat iets heel schattigs bij aan de tekst. Ik zal het hier even erbij pakken. Niels heeft sokken gekregen. Want dat is wat Niels kon gebruiken. Maar er staat bij aan mijn dochter: niets in het leven is makkelijk, maar alles is mogelijk. Ik hoop dat je in jezelf gelooft, zoveel als ik in jou geloof. Ik hou van je. Dus ja, vandaar. Ben ik heel erg blij mee. Ik had nog niet echt een armband, maar dit is dan weer een armband met een betekenis. En daar hou ik wel van. En ja, dat. Dus ja, ik ben er blij mee. Dus ja, dat. En dan gaan we bankzaken doen en beleggingen. Kinderen liggen op bed. Dus morgen weer nieuwe dag, tweede kerstdag. Ontbijtje voor de kiddies. Het is tweede kerstdag. En ontbijtje. Ga maar zitten. Hoppakaas. Zo. Hoppatie woes. Oké. En voor Niels en mij ga ik broodjes bakken. En ik bakken ben ik broodjes aan het afbakken. Dat ben ik aan het afbakken. En dan ga ik eitje maken met kaas en spekjes. En dan vervolgens hebben we een broodje met spekjes, kaas en ei. En Niels heeft zo'n uitlopend eitje. Vindt hij geweldig. Zo. Het is ontbijt geweest, alles is geweest. En ik ga daar even make-uppen. Ik heb net even mijn gezicht helemaal schoongemaakt. Dat moet ik zo insmeren. Maar ja, wat heb ik aan? Laat even zien. Ik heb dit aan. Alleen Niels is heel eventjes een riem een gaatje groter maken. Want doordat ik afgevallen ben. En dit bedoel ik dus met vel in je broek doen. Maar goed, ik heb in principe kleding waarbij dit niet zo opvalt. Dus dat is mooi. Maar dit is dus wat ik aan heb. En dan doe ik er nog mijn armbandje bij. Een kettingje, die heb ik beneden liggen. En mijn ringen. Dus dat is wat ik erbij doe. Maar moet ik ook nog doen. Maar ik ga eerst heel eventjes make-uppen. En het is niet heel moeilijk wat ik ga doen. Ik ga gewoon simpel doen. Zo. Weer een spiegeltje bij de hand. Goed. Kunnen jullie... het allemaal een beetje zien. Even denken. Nou, ik ga niks nou onder mijn ogen doen of wat dan ook. Maar ik ga wel een beetje poeder op doen. Gewoon even. Dat even een beetje. Matter is. Ik heb ook allemaal. Foundations en alles. En die heb ik ook altijd heel veel gebruikt. En BB creams. En ik. Ik voel het gewoon niet helemaal. Want mijn huid reageert daar gewoon niet super goed op momenteel. Dus vandaar.
Maar dan heb ik in ieder geval even het hele glanzende van mijn gezicht af. Want dat is nou niet bepaald mijn ding. Ogen. Ik zit even te twijfelen. Want, waarom twijfel ik? Ik had hier ook een kwastje. Waarom twijfel ik? Er zitten namelijk 3 glitterkleuren in. En ik had zitten bedenken. Ik kan natuurlijk ook een soort van lijntje maken. Dat deed ik eerst altijd. Dat gewoon een simpel lijntje. Ik ben nooit zo goed in potlood tekenen en dat soort dingen. Maar dit deed ik wel eerst heel veel. Dus ik dacht, als ik nou dat doe. Dan hebben we dit. Dat zo. Dan heb je toch net dat beetje glitter. Maar om een heel ooglid te glitteren, dat vind ik dan ook weer. Ja, dat is niet mijn ding. En dit ziet er zo verkeerd uit naar jullie toe, maar goed. Ondertussen is Niels de kinderen aan het aankleden. Zodat ik iets aan mezelf kan doen. Ik moet daar alleen nog even kleding pakken. Of drinken en zo pakken. En de haren doen van de kinderen. Maar dat is echt minuten werk, zeg maar. Dat is geen uren waar je dan mee bezig bent. Dus dat. Eerst wil je echt, zeg maar, concealer hier. Op dit moment is mijn huid daar gewoon niet goed genoeg voor. En ik heb echt wel de duurdere gehad. Ik heb de goedkopere gehad. Ik heb echt van alles gehad en geprobeerd. Ook gewoon van camera af. Dat je denkt van, oké. Maar, nee. Dat was niet mijn ding. Jo. En de reden dat ik de onderkant niet doe. Ik vind dat gewoon niet mooi bij mezelf. Nooit gevonden. Ik vind dat gewoon echt. Dan lijkt het echt alsof ik zo'n. Ik weet niet. Het ziet er gewoon niet uit, vind ik. Het is gewoon een beetje naturel. Je ziet toch iets dat ik gedaan heb aan mezelf. En ja, ook ik doe mijn mond open als ik mijn ogen met mascara doe. We gaan dadelijk eerst even naar de foodmarkt. Die zit in Veghel. En daarna gaan we naar de moeder van Niels. En die foodmarkt. Dan gaan we gewoon wat dingetjes halen voor vanavond. Want we eten niet mee bij de moeder van Niels. En dat heeft niets met de moeder van mezelf te maken. Maar ten eerste, ik wil niet dat we haar op enige manier tot last zijn. Want zij ziet niet helemaal goed meer, et cetera. Daarom komen de kinderen daar ook nooit zomaar. Maar zij ziet gewoon niet goed genoeg. Is dit de juiste kant? Nee, dit is niet de juiste kant. En het ding is... We zijn bij mijn ouders geweest en daar kunnen de kinderen gewoon zijn zoals ze zijn. En dat kan bij de moeder van Niels ook wel. Maar je moet zo gaan zitten als ze gaan eten. En
het moet maar net binnen hun smaak zitten. En ja, daar ben ik gewoon even... Ik heb dat al even weer, zeg maar, gehad. En bijvoorbeeld bij Inge zit daar gewoon helemaal geen druk achter. Als de kinderen iets niet willen, dan is dat prima. Dan eten ze het niet. En ja, ik voel daar altijd een beetje een druk mee. Vooral omdat Lian toch wel een heel druk kind is. En nou is niemand van de familie die mij daarop aan zal spreken. En die zal zeggen van, nou, wat heb jij een kind? Absoluut niet. Zeer zeker niet. Ik probeer het wel een mandje aan te krijgen. Maar je hebt, zeg maar, een bepaalde rust die je wil hebben. Nou, die heb je dan gewoon totaal niet. Dus de bedoeling is dat we vanavond gewoon lekker de kindjes eten geven. En dan hij is gelukt. En dan dat we daarna gewoon lekker samen op de bank ploffen. En lekker gaan smullen van dingetjes. Dat gaan we dus bij de foodmarkt halen. Dus dat. En dit is dus waar ik zin in had. Lekker rood. En nee, die blijft niet zitten, dat weet ik. Maar ik vind het leuk. Dat deed ik in het verleden ook veel. Gewoon knalrood. Heerlijk. Of knalroze. Vind ik ook leuk. Even kijken, wat biertje. Want dat doe ik wel altijd. Dan blijft die beter zitten, heb ik het idee. Ik heb hier ook heel donkerrood. Kijk. Dit is ook een hele goeie. Het is van NYC. Kijk, die is wat donkerder. Maar dat is ook een hele fijne. Volgens mij is dat deze. Ja. Kijk. Dit is wat ik voor Jordi altijd deed. En deze zijn jonger als Jordi, hoor. Want die heb ik ooit een keer weer nieuw gekocht. Zo, dan heb je dit. En dan... Dat je een beetje net een wat tintje erop hebt. Dit is ook een hele goeie. Dit is van Essence. Volgens mij, ja. Deze is denk ik niet meer te krijgen, hoor. Maar deze is heel mat. En dat vind ik dan weer heel fijn. Want die is nu... Is die... Nog een beetje nattig. Maar die droogt dadelijk een heel eind op. Dus dit is dus... hoe dat ik het graag heb. Gewoon lekker fel. Gewoon. Ja. Dus vandaar. Nou, dit is mijn look. Ik ga nog heel even mijn haren gauw doen. En dan ga ik Niels helpen bij de kleintjes. En dan is het alweer tijd om te gaan. Oh, hier heb ik dat ding. Hoppakee. Ja, en als het niet zit, ik zal het straks nog wel een paar keer opnieuw moeten doen. En morgen ga ik even naar de kapper. Inmiddels ben ik weer thuis. En ga ik even iets anders aan doen. Het nadeel is gewoon, door die gastric bypass heb ik natuurlijk vel over. En dan gaat op een gegeven moment gaat dat rot zitten. Maar goed, hier zie je een foto die Niels en ik samen gemaakt hebben. We maken nooit foto's samen. Dus ik zei van, hè, wil je even een keer iets samen doen aan een foto? Dus dat hebben we gedaan. Maar goed, ik ga even lekker mijn pyjama aandoen. Pyjama done.
Willen jullie nou trouwens dat ik vaker laat zien wat ik aan heb? Laat het me even weten. Want ik ben geen fashionista. Nee, absoluut niet. Maar ja, ik krijg wel eens die vraag ooit. Van ja, we zien alleen de bovenkant. Voor de rest zien we je niet. Ja, dus dat. Mocht zo zijn, laat even weten in de comments. Want het gaat niet elke keer zo zijn hoor, elke dag. Maar als ik zoiets heb van, nou, ik laat het een keer zien, dan laat ik het een keer zien. Nou, alle kindjes liggen in bed. En papa en mama, wat gaan die doen? Vreten. Dit is ons avondeten. Hier komen nog kipgehaktballetjes in. Want ik had de andere gehaktballetjes laten vallen. Dus ja, dat. Ik heb nog kipgehaktballetjes. Geen enkel probleem. Maar ja, kippenworstje. Een hartworstje. Kaas. Bugels. Iets met truffel erin. Ja, komkommer. Wortel. Nee, scheef juwet dit. Dit is makreel, tonijn, zalm, kaas, uienbrood, chili cocktail dingetjes, broodje. Deze heb ik zelf gemaakt. Dit is saté, kipsaté, zalm, gerookte kip en carpaccio. Dit is kipcurry. Nou ja, hè. Spreekt voor zich. Maar papa en mama gaan serie kijken. En de tweede kerstdag afsluiten. Yay. Dus ja, dat was ons plan. Om even lekker niks te doen. En de kipballetjes, die zitten erin. Ze zijn, de kipballetjes zijn trouwens van de IKEA. Heel lekker. Dus ja, wij gaan lekker zitten. En serie uitzoeken. Een hele goede morgen. Niels, die was, hoe laat was je op? 4 uur was hij op, met wie? Met die twee kleintjes. Met Liam en Sam. Liam had Sam wakker gemaakt. Yes. Dus het is afwachten wanneer die omvalt. Jordi slaapt alweer. Ik weet niet hoe laat Jordi wakker was. Ik denk om 6:30 zo. Oké. Nou, dat. En ik ga nu naar de kapper. Ik heb mijn haar net gewassen. Daarna ga ik even naar de winkel, even boodschapjes doen. En dan kom ik thuis, dan doe ik heel eventjes mijn eigen gauw afspoelen, want ik kan niet tegen dat gekriebel. En dan gaat Niels even lekker slapen. Ja. Dus, en dan hoop ik dat deze twee ook even slapen. Dus we gaan het zien. Maar goed, ik ga heel eventjes op pad en de dingen doen die ik moet doen. Ik... Ik ben bij de kapper geweest. En zo zie je maar. Ik heb krullen. Ze heeft er niks voor gedaan. Of ja, slag/krul. Ze heeft het geknipt. Op een gegeven moment is het bij mij altijd zo dat ik op een gegeven moment achter altijd zo'n mat krijg. Als het lang groeit. En ze heeft het zo geknipt. Ik weet niet of je het zo kan zien. Maar ze heeft het zo geknipt dat dat allemaal een beetje weer anders valt. Ik zei tegen haar, ik zeg, haal het tandeusje er maar overheen. Nou, dat ging ze niet doen. dus ja, ik ben geknipt. Mijn pony is weer wat korter. Dus dat. Ja, dit is gewoon zoals mijn haar is. Als het niet veel aangedaan is. Maar zo zie je maar dat ik gewoon krul heb. Ze heeft het gewoon gefeund. En ja... Als ik er echt veel meer mee zou doen, en dat zegt zij ook, dan heb jij een bos krullen, van heb ik jou daar. Ze zegt, dan zou je echt naar een krullenkapper moeten om het te gaan leren. Maar ze zegt, ja, zegt ze, heb je daar tijd voor? Ze zegt, eigenlijk heb je gewoon wel echt krul in je haar. Ze zegt, als je er echt moeite voor doet, ze zegt, dan zitten er krullen in dat kapsel van je. Maar goed, ik ga heel even gauw afspoelen, even die haren gauw even, het prikt. Ik kan daar gewoon niet tegen. Dat is gewoon echt zo'n moment. Daarna ga ik Niels douchen. Gaan we eten. En dan ga ik er 2 kinderen in bed schuppen. En Niels in bed schuppen. Of ja, 3 kinderen. Niels is ook soms een kind. Hier heb ik een guppy. Die niet wil slapen.
Nee, die wil niet slapen. Liam slaapt wel. Niels die slaapt ook. Jordi die is hier de woonkamer aan het ronddobberen. Ik heb ondertussen de kerstboom opgeruimd en alles van kerst opgeruimd. En dan kun je denken, oh wat saai. Wij zijn met oud opnieuw niet thuis. En volgende week is Niels gewoon weer werken. Dus ik had tegen Niels gezegd van ja, dan lijkt het me gewoon beter om het nu te doen. Ik zeg, want ik ben er wel klaar mee om continu iedereen te moeten waarschuwen om overal af te blijven. Okay. Dus dat. Ja. Ze hebben opgeruimd. Ik ben nu even aan het knuffelen met dit guppy. En ja. Soms willen kinderen gewoon niet slapen. Wow. Ja. Wow. Yay. Hallo, mama kusje. Nee, niet mama kusje, niet het publiek kusjes geven. Nee, ik wil jouw kusje. Kusje. Je hoeft niet boos te worden. Mama kusje. Nou, zie je wel dat je dat kan. Je hoeft niet zielig te doen, maar je bent niet zielig. We zijn wel bezig met hem de tut af te leren, maar hij was gewoon om 4 uur al wakker. Hij wil niet slapen. Dus vandaar dat hij nu een tut heeft. Hij heeft afgelopen nacht niet met tut geslapen. Liam heeft hem wakker gemaakt. Ja, en dan krijg je hem niet meer inslapen. Dat is wel een beetje zoals ik ook ben. Als je eenmaal wakker bent, kun je ook niet meer in slaap komen. Met een scheidhumeur dat je dan ook hebt. Ook al weet je graag, lukt niet. Dus dat. Iemand hier in huis heeft het opgegeven. Tada! Tada! Daar ligt de andere etter. Die zit met Peppa Pig te speulen. En Jordi die is met Niels naar de visio. Want dat gaat gewoon door. En ja, volgende week, als het goed is, ging het dan niet door. En dan weer wel. Maar kijk dan, ik heb niks met mijn haar gedaan. Het krult gewoon, hè. Ik heb straks gewoon even gedoucht nog. Even mijn haren nat gemaakt en gedaan. Maar het is niet dat ik het stijl wil hebben, maar het is ook niet dat ik denk, wow. Maar ik ben wel blij dat mijn pony weer wat korter is. Dat vind ik wel prettig. Een hele goede morgen. Je zou verwachten dat ik niks aan mijn haar heb gedaan, maar ondertussen heeft dit kind mijn haar al overal en ergens heen gesmeed. Liam is met Jordi, of met Jordi, met Niels naar de operatiekamer. Want die krijgt buisjes vandaag. En Sammy zit nou bij mij. En Jordi, die doet slapen nog. Het is 9:45. Die slaapt gewoon nog, die nezel. Die maak ik dadelijk wel wakker hoor. Want ik laat hem tot 9:50 slapen en dan is het klaar. Maar hij mag ook wel een keer uitslapen, toch?
Vind ik wel. Ja, en dan gaan we zien hoe de dag loopt. We hebben niks gepland staan vandaag. We gaan het gewoon zien. En Scheetje is weer thuis. Hij moest gelijk zijn kleren uitdoen van zichzelf. Alles is goed gegaan. En hij krijgt nou lekker... zijn mandje wilde niet meer af. Alles is goed gegaan. Hij gaat nu lekker wat eten. Ik had wat voor hem gemaakt, zodat er gelijk eten voor hem was. Ik heb voor Sammy ook eventjes een lunchpakketje gemaakt. Dit is gewoon even om te checken wat hij ermee doet. Want hij gaat natuurlijk na de kerstvakantie ook naar school waar dat hij een lunchpakketje moet hebben. Dus ik ben even een beetje aan het kijken van wat hij nou precies eet. Worstenbroodje heb ik gemaakt eventjes. Dat wil niet zeggen dat hij dat altijd krijgt, hè. Maar gewoon heel eventjes kijken hoe hij reageert hierop, et cetera. En om het natuurlijk aantrekkelijk te maken, heb ik er wat dingetjes in gestopt die hij lekkerder vindt. Zodat hij wendt aan het feit dat hij een broodtrommel heeft dadelijk. En dit ga ik ook vaker in de vakantie doen. Nu is het met de appels buiten aan het spelen, in de tuin. Ik heb ondertussen de douche even gepoetst. En ik ben boven de was aan het doen en aan het opruimen. Zorgen dat het eigenlijk gewoon netjes is. Maar morgen heb ik daar geen tijd voor. Dat ga ik jullie morgen allemaal uitleggen, dus in de volgende vlog. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon aan het zorgen dat hier alles netjes is enzovoort. Zodat ik zodat ik nog even kan stofzuigen en dweilen, dat alles weer goed is. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb gisteravond nog even mijn nagels gedaan, want er was eentje afgebroken. En ik kan dat in mijn hoofd niet. Dus dan moet gewoon alles gedaan worden. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.